Yo, kijkers van Shadow Games 23 Ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie de start van mijn Minecraft 1.5 Playthrough. En ja, ik weet het, een beetje laat. Ja, het is nog even niet anders. Ik had het te druk met Ronald speelt Minecraft en 1 miljoen andere dingen. Maar goed, we beginnen er nou mee. Uh, beter later dan nooit, zal ik maar even zeggen. En uh, ja, jullie zullen je vast afvragen, Ronald. Wat ga je doen om deze Playthrough te laten uitblikken naast Ronald speelt Minecraft? Wel, eigenlijk niet zo heel erg veel boeiend. Dus het enige wat ik ga doen is, ik ga um, genoeg nemen met de Minecraft Basics. Ik ga denk ik maar. Uh, één hond en één kat doen. Ik ga maar in een klein huisje wonen. Een klein farmpje. Uh, wel gewoon. Uh, ja, wel iron, armor en wel dat soort dingen allemaal. Maar wel diamond tools. Maar geen 50 diamonds hebben of zo. Gewoon. een gewoon, uh, paar diamonds. Weet je wel. Gewoon een beetje, een beetje Minecraft basic gedoe. Niet echt. Um... OP en en zo. En ja, het einde van deze serie gaan we proberen om de Ender te verslaan. Dus uh, ja, wat is zeg maar een soort speedrun, een soort rush zeg maar. Want ik wil zo snel mogelijk uh, Iron Armor krijgen, zo goed mogelijk uh, ja, enchanten. En uh, wel ook wel wat caves exploren voor Iron, Diamond en zo. Dus uh, ja, maar goed, laten we maar eens even een nieuwe wereld aanmaken. Zo, create a new world. Uh, world name, wel, ik denk gewoon makkelijk uh, 1.5. Play, oh mijn jezus. Play, it, uh, ja, yeah, Oké, okay. play through, there we go. Goed, game mode, de master 500. Ik zat er wel aan te denken, misschien moeten we het op hardcore doen. Alleen tegenwoordig zijn die skeletons echt OP. Die dingen schieten gewoon echt super snel. Daar vind ik er gewoon helemaal niks meer aan om het op hardcore mode te spelen. Dan mag je wel full iron armor hebben met project. Protect. Met, ehm, um, uh, pijl-a-verde enchantment, zou ik maar even zeggen. Goed, game mode, 5 more world options. Ehm. Um... Ehm, um, ehm, um, ehm, um, ehm. Um. We doen de seed. Ali. B. Oké, okay, so, ik weet niet of je Ali B zo so, schrijft, maar het zal. Create New World, zo. So. Seed Ali B, let's do this. Oké, okay, wat voor seed hebben we? En uiteraard het Jungle Biome. Jee, yeah, Jungle Biome. Nou, ik vind het niet zo heel eigenlijk. Wel grappig eigenlijk om in de Jungle Biome te leven. Uh, ik ga natuurlijk wel op zoek naar iets van een boeiend. Ehm. Um... Uh, je ja, plekje op te wonen. Maar. Uh, dit uh, gaat voorlopig wel. We hebben hier altijd wel cave systems en zo. En. Uh, coco dat is altijd handig. Dus uh, ja, ik neem er meteen maar even wat mee. Maar uh, ja, jongens. Ik zei wel dat ik een texture pack ga gebruiken. Alleen dat ga ik niet doen. Want. Ik vind uh, de graphics met een de normale default texture pack. Wat beter. Natuurlijk heb ik nog niet uh, de OP graphics. Van Paul, zoals Junior, Beijing, Canadian. Dat soort uh, volk. Uh, ik heb wel hele goede graphics. En. Um, uh, ja, ik wil jullie even melden dat, dat die, die graphics die ik heb, die zijn uh, in principe beter dan dus David Games en uh, al dat soort of mensen. En dan zul je misschien zeggen: ja, maar die van dus David Games die zijn veel leuker om naar te kijken. En veel, uh, ja, veel duidelijker ook wel. Ja, maar jongens, dit is gewoon full HD. Dit, dit, dit is gewoon HD, jongens. Ik had er ook in principe geen andere woord voor. Maar ik vond dat zelf ook een beetje vaag. Want mijn is uh, ja, erg met randjes en zo. En uh, soms een beetje ja, rough about die uh, rub. Oké, okay, ik moet s ochtends geen Engels gaan praten. En uh, ja, ik record s ochtends vroeg. Want wel, ik heb geen video's om op te laden. Dus ik moet wel. Maar uh, ja, het is gewoon een beetje. Uh, en niet is ook een supergoeie. Uh, uh, ja, je ziet wel dat er een paar uh, ja, lijntjes zijn. Het is een beetje doffer. Maar dat is gewoon full HD, jongens. En holy hell. Hallo. I like that. Oh ja, yeah, by the way, jongens. Lava heeft een nieuwe texture. Dat zie je waarschijnlijk wel. Ik vind het nu een stuk meer lijken op. Uh, ja, wat is het? een uh, Nacho-kaas. Dus. Uh, ja, of Nachos, zelfs weet ik wel hoe je het noemt. Boeit me ook niet eerlijk gezegd. Maar ik vind het daar gewoon een stuk meer op lijken. Nou, goed, laten we nog maar eens even wat boopjes gaan kappen. En dan gaan we die rivier maar eens in. Resources verzamelen. En uh, wel, oh nee, ik moet eerst nog even lopen. En op zoek gaan naar uh, animals. Hè? Want ik heb nog geen eten en ik heb nog helemaal uh, niks. Wat ik ook wel kan doen, is ik kan wat seeds meenemen. En dan kan ik wat gaan farmen. Maar hier moet ik eens skeletons vinden. En met die nieuwe 1.5 bone troep. Ehm, um, uh, doet het veel langer voordat je in principe een plantje gegroeid hebt. Dus ja. Maar wat ik echt ga doen in deze playthrough is: ik ga proberen om mijn allereerste huis een, een grote shroom te maken. Want dat is ook nieuw van 1.5. Ik ga zeg maar gewoon uh, veel dingen met 1.5 doen. En dat is zeg maar, ook tutorial dingetjes en zo. Alles wat nieuw is in 1.5. Uh, ik weet zelf nog niet eens hoe ik een solar panel moet graften en alles wat troep En dit is dit de desert? Nee, dit is gewoon strand, denk ik. Nou ja, uh, Oeh, oh, dat is ga ik naar die ravine, oké. Okay. En nou, ik heb in ieder geval genoeg woed. Dat is goed, denk ik. Woed is goed. Uh, oh mijn yeah, oh, Oeh, dat was close. Um, wel aardig veel resources. Er uh, was ook een cave system daar aan die kant. Dus hier kom ik zeker te weten terug. Alleen nog niet, want ik heb eerst iets van eten nodig. Mijn god. Eens even kijken, laat ik hem gewoon weer meer uh, woed meenemen. Want ik heb altijd te weinig woed als ik een cave system mee ga. Dus uh, ja even kijken, zo. oh jongens ik ben zo blij met mijn Blue, yeti dat is gewoon altijd een droom om zo'n microfoon te hebben, ik ben er zo blij mee, en uh, ja, ik vind het wel een beetje derpy lekker dat ik de popfilter ervoor heb, maar ik ben wel blij dat ik nou uh, de Blue popfilter heb genomen en niet dat uh, grote zwarte ding van Samson, want wel, dat ding faalde gewoon. Zo'n grote, dat is zeg maar een, 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 een aangebrande pannenkoek op een stokje. Niet normaal. Oshilach, Oshilach, hallo, Oshilach, lodge hallo, ja, lodge Goed, uh, nou, dit is een mooi plekje om te craften. Dit is een mooie plek om een huis te behouden, lekker open en zo. Ik wil niet zeggen, maar uh, ik vind het wel redelijk. Maar hier ga ik niet wonen, absoluut niet oké. En dat, dat, dat en dat En jongens, ik ga even terug naar die ravine, even kijken wat daar is Want uh, er zijn hier in de buurt niet echt iets van schaapjes Of iets van eten Dus uh, ja, we gaan er gewoon even lekker naar terug En uh, resources verzamelen, dan gaan we denk ik in de volgende episode Gaan we daar weg en dan um, Gaan wij op zoek Naar, uh, ja, ander volk Zeg maar, ander biomes Dus ja, even kijken, zo, dit is goed Even dat ding meenemen, dat kreng Even kijken, zo, oké okay. Goed, bedopom. Ik vind het wel cool. Want nu heb ik echt een jungle survival. En ik heb nooit zoveel in jungles uh, ja, gesurvived, zou ik maar even zeggen. Dus uh, ja, ik vind het wel uh, ja, heel erg leuk om dat ik het te proberen. Even kijken. Oeh, uh, oh, hallo Enderman. Ik vind het jammer dat ik jou nog niet aan kan vallen. Even kijken, ik moet hier even veilig naar beneden. Veilig naar beneden. Huh? Ja, Nee. Oh, gelukkig. Uh, easy does het Goed zo. Dat was maar één hartje damage. Even kijken, nou hier hebben we al iron En dit is een cave system, of niet soms uh, Ja, nee huh? Ik dacht heeft dat ik wat, nee ik moet eerst Kool hebben, maar uh, dit ziet er veel beloofd uit Jongens, dat moet ik wel nageven, het uh, ziet er veel beloofd uit Even kijken, zo zo Dit vertrouw ik niet uh, Zo, oké okay, Oké, okay. um, ja Nou eerst maar wat mijnen dan, en dan maken we dat dicht En dan, uh, oh hallo mijn enderman en dan, uh, ja, dan gaan we verder. Uh, die Ironmijnen en zo. Dus ja, wat ik wil echt Iron Armor hebben. Want je kent mij. Ik voel mij nooit veilig in Minecraft zonder Iron Armor. Dus ja, zo. Oké. Okay. Dit is wel uh, well good under de hood. Kijk, zo. Ik wil dat echt wel een beetje dicht maken. Dus ik meen nog even wat. Wow, dat ziet er echt episch uit met al die pompjes die er uh, hangen en zo. Is dat een zwevende boom? Ja, dat is een zwevende boom. dat, die, Daar. Oh, leuk. Even kijken, misschien ga ik mijn huis wel in maken. Denk niet, omdat wel, hier is niks boeiends. En ik wil echt een uh, desert temple en een desert embassy voor jullie gaan vinden, jongens. Want ik heb jullie dat nog nooit laten zien. Dus uh, ja, dat ik me hartstikke leuk om dat ik dit te doen. Even kijken, zo. Uh, dat is wel genoeg, denk ik, om dit dicht te maken. Even kijken, stomme lava ook altijd. Ik heb de pest aan lava, echt niet normaal. Even kijken, zo, zo, zo. Ik moet gewoon voorkomen dat ik er niet in donder. Oké, okay, zo. Nou, ik donder er zo niet in, in ieder geval. Want het gaat erom dat ik hier zo wil lopen dat ik er niet in donder. Dus. Ja, goed. Nou, dan gaan we nog wel weer kabelmijnen. En dan gaan we wat fatsoenlijke tools maken. Wel, en dan gaan we de iron en coal En dan gaan we de caves exploren. Yeah. Jee! Even kijken, dat is goed. Eh, uh, Hello, grafting bench show. Daar, oké. Okay. En dan even wat extra tools maken. Oh, ja, dit is trouwens ook nieuw. Als je je muis ingedrukt houdt, dan kun je heel snel graften. Best wel handig. Vooral voor uh, mensen die recorden, want dan hoor je niet zoveel geklik. Dus ja, maar sticks kunnen we nog niet zo maken. Dat vind ik best jammer. Even kijken, deze bewaar ik zo. Uh, Oké okay dan. Goed, zo. Waar is dash kool? Oh, de kool is hier. Oké. Okay. En ja, jongens, ik ben echt verkouden. Waarschijnlijk omdat het uh, zo koud is op mijn kamer de laatste paar dagen. Geen idee, maar het zal. Even kijken. Uh, dit, beetje poepkool. Zeskool. Wel, dat is uh, lekker OP veel. Nee, toch. Ja, uiteraard, de iron zit weer bij de lava's Altijd, zo, ik zal ook eens een keer geluk hebben Oh, wat moet ik dan, dan weer doen? Nou, dan ben ik er gewoon omheen Zo, hier doorheen, zo Kijk eens even, jee, yeah, ik heb de iron gevonden Ik heb de iron gevond Oké, okay, mooi zo Niet in de lava donderen, ik beveel het Oké, okay, hier nog meer Oh, wel veel werk Moet ik verrichten voor een beetje iron Moet je kijken, oh, daar wil ik niet in donderen Even kijken, eh, uh, huh? oké okay. Ja, oké. Okay. ja, yeah, goed. Zo. Nou, nog wat meer tools. Want ik heb amper tools. Uh, ik wil een shuffle hebben. Zo. Oké. Okay. En dan ben ik nog even één kabel. En dan maak ik even een furnace. En dan kook ik meteen even die iron op. Zodat ik in ieder geval uh, een iron sword heb. Want ja. Yeah. Ik heb uh, vertrouwd niet. Even kijken. Zo. Kotjes mee. Even tortjes maken. Want ik kom zo meteen gedrag kijken. En daar heb ik geen zin in. Oké, okay, oké. Okay. Zo, mooi trappetje. Oké okay, dan. Maar ik denk dat als het echt donker wordt, dan gaan we lekker het cave system in. Dus ja. Oh mijn god, dat is toch. Oh, dat kleine poepbeetje. Mijn god, nou, dan gooi ik er ook maar bij dan. Huppakee. Nou, dan hebben we in ieder geval een iron chestplate. Dat is dan in ieder geval iets. En ik heb geen eten. Shit, dat was ik vergeten. Uh, dus ik kan hier denk ik niet te lang blijven. Uh, wat is hier dan nog voor boeiend? Oh, iron. Yay. Oh, ik moet echt iets van weeds gaan halen of zo, jongens. Want. Poep, waarom, waarom is er nou geen, geen eten hier? Zeg jij ergens dieren, ik niet. Nee, ik ga gewoon alleen iron mijnen en dan ga ik hier meteen weg. Ik ga niet allemaal opkoken, want dan mijn voet begint nu al uh, te droppen. Dus ik heb gewoon echt ace-food nodig. Even kijken, zo. Meer kool, perfect. Zo, heb ik gaan we kijken hier de cave system. als er iets boeiends is, dan zal uh, uh, ik uiteraard daar uh, wat verder uh, gaan exploren. Maar ik neem alleen voorlopig mee wat echt belangrijk is. Dus ja. En ik neem dit even acuut mee, want we gaan nu acuut naar binnen. Oké, okay. kom op, sneller, sneller. Oké, okay. goed, gaan we naar binnen. Ze hebben in ieder geval, uh, ja, veilig. Zal ik het niet noemen, maar ze hebben niet in de open lucht een beetje te neuzelen. Zodat dus je dat het doodloopt. Zometeen. Oh, als dit doodloopt. Als dit, fuck Ja, oké. Okay. Nou, we moeten niet weg. Snel, ASAP. Ik heb iron genoeg, dus. Weg, weg. Snel, 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 snel. Snel, 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 snel. Oké, okay. even nog wat krafel mee. Dan gaan we gewoon de krafel omhoog. Oké, okay, als we die vines daar achter maar kunnen pakken. Oké, okay, dan moet ik ASAP hier weg. Want ik vertrouw dit gewoon voor geen cent. Um, ja, dan bouw ik gewoon omhoog. Hup, 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 hup. perfect. Hé, uh, dat hey, is daar? Het is verleidelijk om daar naartoe te gaan, maar... Zijn dat... Nee, ik dacht even dat ik dieren zag. Uh, mushrooms op bomen. Oké, okay, dat is nieuw. Daar wil ik wel heen. Maar wat daar is lava. En waar lava is, betekent resources. Alleen daar ga ik nu nog niet heen. Misschien kom ik daar uiteindelijk ook helemaal niet terug. De zon begint al te droppen. Jezus, oké, okay, hier kom ik nooit door. Ik moet, ik moet daar naar binnen. Ik moet daar in ieder geval de nacht overleven. Uh, laat ik in ieder geval. Nee, dat heb ik dat heeft ook geen zin. Oké, okay, wel. Um, bij twijfel springen de gat. Oh, mijn god. Het is ook gewoon echt weer iets voor mij om op leeftijd te staan. Ja hoor, en nu zijn er gewoon fucking sheep gespant. Zijn, ja, zijn er meer? Ja, er zijn er meer. Oké, okay, sheep halen. Oké. Okay. Ja. Nou, dan kan ik in ieder geval door de nacht heen slapen. Dan gaan we maar niet naar dat scheidhol daar zo. Maar in plaats daarvan gaan we een uh, schaapje doden. En uh, ik maak een schaar. Want ik heb echt geen zin dat uh, ik uh, maar één schaap daar vind. Dus we zien dat dat uh, uh, scheidschaap maar twee volt grap. Dat is altijd zo bij mij. Mijn is mijn voet, ik heb al weinig sprit meer. Oehoehoe. Snel, werk snel Ronald, werk snel, werk snel, werk snel, snel, snel. Ik hoor meer schaapjes. Yo, één uh, wol, oké. Okay. Nou, uh... ja hier hebben we meer schaapjes. Knip, oké. Okay. Uh, yes, drie wol. Is goed, is goed. Dat is goed. Nou, even kijken. Uh... Torch. Snel bedje maken, ASAP hebben uh, we dat creeps gaan spannen Deurt ook altijd. Dat schrok mij heel erg. Maar er was ook maar een schaap. Hé, hey, 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 ga eens weg jij. Mag ik een beetje privacy? Mijn god. Kom op. Ja, jee. Yeah. Nou, dat is nou in ieder geval iets. Goed. Maar goed. Volgende kwestie. Woed. Of nou ja, geen woed. Woed is een hoofdvloed hier. Maar, ehm. Um, vinden. Nou, ik dank jullie hartelijk voor jullie meewerking, schapjes. Alleen ik heb eten nodig. Dus, ja, oké okay. Dat is een zombie, daar wil ik geen ruzie mee hebben Helemaal niet nu Mijn god, kom op, één varkentje, daar ben ik al blij mee Gewoon één varkentje, wat zelfs een kippetje Daar ben ik al blij mee Och, Fucking geweldig Hallo ho. Anybody home? Oh, typisch weer, hè, gewoon typisch Nou, ik denk dat het een soort van grappig is om mij te zien durpen Waar is het voet? En, jezus Hallo. Als ik op een eiland zit, hé. Hey. Als ik op een eiland zit. Dan pleeg ik zelf Zer, Gewoon 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 nee. Gewoon op een op een fucking een fucking onbewoond. Oké, okay. yes. Plains biome, Daar gaan we naartoe. Wat spruce? Ja, yeah, kom op, hup. Ik even even what the fuck. Zit ik op een eiland, een jungle eiland alsjeblieft niet. Open een onbewoond eiland. Ja, daar woont de Winnie de Poe. Ja, op open, open woord eiland. Daar is niks te beleven. die, drie. Ja, stom liedje, ik weet het. Goed, oh mijn god, ik begin al bij de damage te nemen. Heb ik niet iets eetbaars? Nee, ik eet mijn bed op. Kan ik mijn bed niet opeten? Nee, jammer. Kan ik dit niet opeten? Ik, ga, ik, ga, ik wil mijn schaar opeten, dan kan ik niet. Damn it. En uh, ik vind het misschien handig dat je onder water gaat. Oeps, nou is dat dood. Kom op, zwem. Zwem Winnie. Zwem Winnie de Poes, zwem kom ah, op. Iets van een sheep of zo. Oh nou, een sheep niet, want daar krijg je geen eten van. Ik vind dat zo stom. Kom op, een chicken, varkentje. Ik vind alles goed en ik eet hem ook nog rauw op. ook nog, Want ik heb gewoon, 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 gewoon eten nodig. Kom op, hup, 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 hup. Kom op nou, kom op nou. Kom op, kom op, kom op nou. Nou, wolfjes, absoluut niets. Dat is, zijn, niet, zijn niet eetbaar, denk ik. Of we gaan gewoon even voor Bear, Bear grills spelen. Oh, ik heb eten nodig. Heb ik niet iets van bonzen? Nee, anders had ik een uh, bodyguard gehad. Kom op, waar zijn de varkentjes en de, de zwijntjes en. en, en. Mijn god. Jongens, weet je wat? Ik ga het hierbij laten. Ik ga jullie vragen om even een like achter te laten. Even te subscriben. En me even te volgen op Twitter. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij meer uh, ja, Minecraft 1.5 Playtro. Samen met Gronaal. En dit is, by the way, de sheet. Die staat onder iedere episode van de 1.5 playthrough. Dus uh, ja, ik zie jullie later weer bij meer 1.5 uh, Playtro van Minecraft. Ik moet er nog een beetje lukken voor bedenken ook. Okay? Goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Later mensen.